En juist die afwezigheid van een rode lijn zorgt ervoor dat zij steeds verder kunnen gaan. Want als genocide niet meer een rode lijn is, wat is dat dan wel? Een deel van de Oeigoerse gemeenschap ervaart veel intimidatie vanuit China. Kun je hier kort iets over vertellen? Ja. Vanuit jezelf wellicht? Ja, ik ben dus op mijn 8e naar Nederland gekomen, gevlucht met mijn moeder. En bijvoorbeeld in 2009 waren er grote demonstraties in Urumqi. Toen kwam ik in het jeugdjournaal als 10-jarig kind met gebrekkig Nederlands. En toen vertelde ik over dat de getalen van mensen die waren opgepakt veel groter was en dat het om iets heel anders ging. En een week daarna, want mijn moeder belde elke week haar tante, belde ze tante. En toen vertelde onze tante eigenlijk dat wij stil moesten zijn, dat we dit niet hadden moeten doen. En later realiseerde ik me pas dat een 10-jarig kind in Nederland, klein landje, dat zij exact wist met wie wij belden en tegen wie zij druk uit moesten oefenen om ons stil te krijgen. En sinds ik dit werk doe voor de Oeigoerse gemeenschap, mijn vader werd in 2017 opgepakt in zo'n concentratiekamp, die bleef achter. Dus toen begon ik met mijn Oeigoerse werk. Toen merkte ik ook dat er gewoon directe intimidatie was. Het begon via mails, dat dan in het Oeigoers was, of sociale media, dat er bots zijn die je dan uitschelden, in het Chinees dan. En ook een keer gebeld worden. Een privénummer waar dan op de achtergrond geschreeuw is en op de voorgrond later dan geheig voorkomt. En dat zijn dan manieren dat wij dan de mensen die zich uitspreken veel directer te maken krijgen met intimidatie. En dat past niet echt bij de zachte dreiging waar wij het dan hiervoor hebben over gehad. Wij zien dat dit een probleem is die ons harder raakt, omdat wij blijkbaar in een soort frontlinie rol spelen. Het is dezelfde overheid en dezelfde intentie die uiteindelijk hier te maken mee hebben. En als je kijkt naar de ontwikkeling daarin, zie je dat bijvoorbeeld ook Nederlandse journalisten langzaam maar zeker hiermee te maken krijgen. U heeft het al gezegd over Turkije. Blijkbaar is er dus een onderscheid tussen Nederland en andere landen. In andere westerse democratische landen zoals Australië zie je dat de Chinese invloed veel verder is. En al die dingen zijn belangrijk. Dat betekent dat de positie waarin China zichzelf opstelt tegenover lang ertoe doet of zij iets gaan doen. En wat zegt dit voor jou over hoe we als Nederland of als Europa moeten omgaan met China? Voor mij als je ook een beetje kijkt naar het voorgaande gesprek. Ja. Hoe moet dat strategisch zijn, pragmatisch, idealistisch? Ja, ik vind zelf de persoonlijke discussie om strategische autonomie of soevereiniteit, al die discussies, dat is een papieren discussie waar wij nu bezig zijn met de-risk of decoupelen. En dat is een papieren discussie die eigenlijk al ingezet had moeten worden, omdat China eigenlijk die beweging. Wat bedoel je met de-risk of decoupelen? Nou, in Europa is er nu een hele discussie of je nou je economie moet ontkoppelen, volgens de term, of strategisch je risicovolle industrieën moet gaan onafhankelijk of soeverein moet gaan maken. En het is uiteindelijk aan China dat zij al begonnen zijn om strategische elementen van hun economie soeverein te maken en onafhankelijk te maken. En wij zitten nu in een positie dat wij daar discussies over voeren en dat wij eigenlijk ons afhankelijk maken van China en China zich steeds onafhankelijker maken van ons. En die wederzijdse afhankelijkheid is allemaal mooi en is belangrijk, maar dat hebben we natuurlijk ook gezegd over Rusland. Wij geven Rusland alle andere dingen, Rusland geeft ons gas, daardoor ze dus vast niet gaan aanvallen. En dat is een discussie die eigenlijk alles kan rechtvaardigen. En er moet op een gegeven moment een rode grens zijn. Er moet een grens zijn dat China, als ze dat voorbij gaan, dat er ook daadwerkelijk consequenties zijn die China ook raken. En wat China raakt is anders dan wat ons raakt. Bij ons, als je de economie raakt, dan zijn wij weer, onze politici moeten natuurlijk herkozen worden, gascrisis, et cetera. China kan dat veel beter aan. China heeft andere. Zeker herkozen worden trouwens. Ja, precies. Maar China heeft andere strategische afwegingen. Het is de bestaansrecht van de Communistische Partij dat nummer 1 staat. Die ongelijkheid, het anders denken, het andere systeem daarvan, dat begrijpen wij niet zo erg. En daarom denken wij van, als wij afhankelijk zijn van ons en zij van hen en zij van ons, dan komt dat wel goed. Ze zullen vast niet een genocide plegen, vrouwen steriliseren, Oeigoeren gebruiken als dwangarbeid, Tibetanen hun cultuur afnemen en als dwangarbeid inzetten, Hongkongse democratie afnemen. Al die dingen die stapelen op. En er is geen enkel punt voor ons om te zeggen, tot hier en niet verder. En juist die afwezigheid van een rode lijn zorgt ervoor dat zij steeds verder kunnen gaan. En dat wij in een positie komen dat wij die rode grens niet meer kunnen zetten. Want als genocide niet meer een rode lijn is, wat is dat dan wel? Waarom is dan
volgende wel een rode lijn. En dat... Bent u daar mee eens? Ik denk dat wat je moet doen, ook even aansluiten bij jou, is de hoeveelheid drukpunten die China heeft in ons land en in onze samenleving, die moet je terugbrengen tot een acceptabel niveau. En het tweede wat je moet doen, is onze exposure van ons bedrijfsleven richting China ook terugbrengen. Dat is wat er moet gebeuren, maar dus terugbrengen van drukpunten betekent bijvoorbeeld, ja, Confucius-instituten, om eens wat te noemen, daar zul je echt werk van moeten maken. En ik heb met de rectoren van de Nederlandse universiteiten laatst gesproken in Brussel. Ik zeg, als je daar beleid op wil, is het knijter eenvoudig. Het beleid is drievoudig. Je gaat zelf als universiteit ga je erover wie wordt aangesteld en niet de Chinese Communistische Partij. Je doet 3 keer, 5 keer per jaar een debat over Taiwan of Oeigoeren of Falun Gong. Dat vinden ze niet leuk. En vervolgens die statuten, alles wordt openbaar en de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd. Het is transparant. En als je dat doet, dan zijn de Confucius-instituten hier van harte welkom. He, in Zweden en Duitsland zijn ze al verboden. In Groningen is die nog. Maar ik vraag me af hoe lang het instituut in Groningen er nog is op het moment dat we dit als beleid doorvoeren. Wat ik heel logisch vind voor een soeverein land om af te dwingen. Want dat doen we voor alle instituten op een universiteit. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van spreken.